Vuurgevechten, meerdere luchtaanvallen in de Gazastrook en een raketalarm in Tel Aviv. Ook vannacht werd hevig gevochten tussen Israël en Hamas. En het dodental loopt nog altijd op. Ja, nu, we hoorden het net al van Jill, het dodental is nu rond de 1100 doden. Maar ja, dat loopt dus nog op en verwacht wordt dat dat ook echt nog wel flink oploopt. De Nationale Veiligheidsraad van Nederland komt deze ochtend bijeen. Waarom? Ik denk om een analyse te maken van de situatie in de regio en ook potentiële scenario's. Dus hoe zou dat eventueel nog verder kunnen escaleren? In de regio daar? De regio daar. En wat is dan ook de inzet van Nederland, de inzet van de EU? Want er vinden natuurlijk wel allerlei diplomatieke contacten vinden er plaats. En natuurlijk ook wat het betekent, de spanningen in de Nederlandse samenleving. Dit kan er ook toe leiden en het leidt er ook toe dat Joden in Nederland dat die worden bedreigd. Er zijn natuurlijk veel Joodse instellingen, Joodse scholen waar deze ochtend weer kinderen naartoe gaan. Dus ja, ook daar wil je natuurlijk als veiligheidsraad en als instellingen, wil je daar bovenop zitten om ook Joden in Nederland te beschermen. Ja, heeft het Sidi contact? Of is daarmee, ja, u bent daar absoluut mee bezig natuurlijk. Zeker, dit staat hoog op de prioriteitenlijst. Wat we altijd zien, helaas, in een oplaaiend conflict in Israël, is dat het geïmporteerd wordt naar hier. Het heeft altijd, wat in Israël gebeurt, heeft altijd zijn weerslag op de Joodse gemeenschap. Helaas. Het is natuurlijk totaal irrationeel. Maar Israël is het enige Joodse land ter wereld. En als men boos is daarop, vindt men blijkbaar dat Joden in Nederland daar verantwoordelijk voor zijn. Een idiote gedachte. Joden zijn gewoon Nederlanders. Maken al eeuwenlang deel uit van deze maatschappij. Zijn niet verantwoordelijk voor wat daar gebeurt. Natuurlijk voelen we een verwantschap met Israël. Wil niet zeggen dat we het altijd eens zijn met Israël. Dus het is waanzin om de Joodse gemeenschap daarvan verantwoordelijk voor te stellen. En het geeft wel angst. Ik krijg echt telefoontjes van bezorgde ouders die hun kinderen vandaag naar school moeten brengen. Die bijvoorbeeld half Israëli's zijn en die zeggen, hoe moet ik mijn kinderen voorbereiden? Wat kunnen we verwachten? Hoe gaat de komende periode eruit zien? Dus veel zorg. Ja, dat is ook wel een beetje gek eigenlijk. Of een beetje gek, dat is heel gek natuurlijk. Want in een aanslag in elk ander land zou je weten, mijn kinderen gaan naar school. En dan gaan we het erover hebben hoe erg dat is. Even terug naar het conflict. Amerika heeft al aangegeven meerdere vliegtuigen naar het Midden-Oosten te sturen, de F-15 en F-35. Hoe grote rol verwacht u dat zij in deze strijd nemen? Wat zij nu doen is vooral ter afschrikking. Dus Israël heeft zelf een heel modern leger met ook heel veel wapens en heel veel grote voorraden. Dus het is niet zo, soms wel een vergelijk met Oekraïne gemaakt, maar het is niet zo dat zij nu een massale oproep doen om wapens te sturen. Want ze hebben gewoon hun eigen materieel waarin ze ook getraind zijn. Alleen, het is natuurlijk wel zo dat er enorme hoeveelheden raketten worden afgestuurd. En om die Iron Dome die zij hebben, om dat ook goed bevoorraad te houden. Nou, daar kunnen de Amerikanen daarbij helpen. Een Iron Dome is hun luchtafweersysteem. Maar het is ook vooral om Hezbollah en eventueel Iran ervan te weerhouden om verder betrokken te raken in dit conflict. Want als zij ook zien dat er een groot Amerikaans vliegdekschip met een groot aantal straaljagers klaarstaat, ja, dat hopelijk leidt dat bij hen toe dat ze ook nog een keer de afweging maken voordat ze tot verdere agressie overgaan. Denkt u dat dat werkt? Dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, wij hebben hier niet met rationele tegenstanders te maken. Hamas strijdt niet voor een onafhankelijke Palestina. Er staat in een statuut ook vernietiging van de staat Israël. Iran strijdt niet om een Palestijnse democratische staat op te richten. Vernietiging van Israël. Hezbollah idem dito. Dus ja, als je met dat soort apocalyptisch denkende vijanden te maken hebt, ik hoop dat de afschrikking voldoende effect zou hebben op Hezbollah en Iran. Maar het is heel moeilijk na te gaan. Als je rationeel ook denkt, aanslag van 7 oktober was natuurlijk het domste wat je kunt bedenken. Maar ja, voor hen, ik bedoel rationeel gezien, zulke aanslagen moet je nooit plegen. Want nee, hele sympathie van de hele wereld gaat richting je tegenstander, namelijk de staat Israël. Maar ze zijn niet rationeel. Zij doen het niet voor de Palestijnen. Zij doen het voor het plezier van een pervers god. Dat is een opvatting. Welke rol zou Nederland moeten innemen? Nou, ik denk dat Nederland ook vooral heel duidelijk aan Israël moet laten zien dat wij ze steunen. Niet alleen vandaag en morgen, maar ook de komende weken. En hoe laat je dat dan zien, anders dan een vlag hijsen bijvoorbeeld? Nou ja, door jezelf steeds diplomatiek en politiek te blijven uitspreken.
Door op andere manieren te kijken of er nog steun richting de Israëlische bevolking mogelijk is. Kijk, wat je nu wel ziet is dat bijvoorbeeld in het Midden-Oosten de reacties die zijn niet bepaald pro-Israël. Hè. Er zijn heel veel landen die dit vergoeilijken, die bagatelliseren wat er is gebeurd. Eigenlijk zelfs zeggen het is Israël zijn eigen schuld. Ja. En ook Rusland bijvoorbeeld spint daar garen bij. Want die zien nu van hey, de Europese reactie is helemaal anders dan de reactie in het Midden-Oosten. En daar spelen zij op in. Ook China heeft zich uitgesproken tegen Israël. Precies, China neemt ook een hele... Dus we moeten ook zorgen dat we om Israël heen staan. En dat we niet ook ons breed als internationale gemeenschap tegen elkaar laten uitspelen door landen als Rusland en China. Maar vooral ervoor zorgen dat die steun er niet alleen vandaag en morgen is, maar ook langer. Ja, we praten er de rest van de ochtend nog lang over door. Over de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. We zijn er nog tot 10 uur, dus blijf kijken. Eerst na het NOS-journaal met Sina Magee. Ach, ja.